Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Joltrex, de enige echte natuurlijk. Nou, hoe waren de kermissen afgelopen weekend? We hebben er 4 gedaan. We zijn begonnen in Barendrecht. Van Barendrecht zijn we naar Capelle aan de IJssel gegaan. Van Capelle aan de IJssel zijn wij naar Alfa aan de Rijn geweest. Van Alfa aan de Rijn zijn we weer naar Hilversum geweest, naar de Hilversumse kermis. Dat was de eerste keer dat ik die ooit gedaan heb. Alfa aan de Rijn was ook de eerste keer voor mij. En Barendrecht en Capelle eigenlijk ook. Ja, waren eigenlijk weer dingen zo. Hoe waren de kermissen, jongens? Nou, we begonnen bij Barendrecht. Leuke kermis. Echt een ontzettende leuke kermis. Voor zo'n klein plaatsje is het echt een leuke kermis. Zeker weten aanraden. Breakdance was er. De rupsbaan was er. Was echt een hele leuke kermis. Zeker weten ga ik die volgend jaar weer doen. Ik vond hem echt heel erg leuk. Daarna gingen we naar Capelle. Capelle aan de IJssel. Super. Echt een super kermis. Ik vond hem echt. Die vond ik echt heel erg leuk. Zo'n ouderwetse rupsbaan. Echt fantastisch was dat. Was echt een fantastisch ding. Natuurlijk zo'n... hoe noem je dat ook weer? Zo'n... hoe heet dat? Net zoiets als de chaos. Afterburner. Was er... The House of Freaks was er. Echt, ja, ik heb in Capelle... heb ik het echt naar mijn zin gehad. Was echt een hele leuke kermis om te doen. Ja, Capelle, ik was er een beetje sceptisch over Capelle en de IJssel. Maar het heeft me positief verrast, jongens. Capelle, top, was een super kermis. Hartstikke leuk. Toen gingen we naar Alfa aan de Rijn, gingen we toen. Ja. Alfa aan de Rijn, ja, breakdance was leuk. Miami Trip stond er. Maar ik vond Alfa aan de Rijn vond ik een onvoldoende score. Ik vond hem niet leuk. Veel te veel plekken ertussen wat open was. Een hele lange straat waar eigenlijk geen ene attractie stond. Alleen maar van die kraampjes. Dus was ik niet echt heel erg. Werd ik niet echt heel erg blij van. Dus Alfa aan de Rijn, ja, nee. Ik vond het niet leuk. Het was een testlocatie. Hij mag daar blijven staan voor mijn part. Er wat meer attracties in, want het was niet veel te veel open plekken en zo. Nou, daarna zijn we naar Hilversum geweest. En de kermis in Hilversum, ja, derde plaats tot nu toe. Hilversum vond ik echt een leuke kermis. Groot, leuk, gezellige mensen. Het was echt een gezellige kermis. Niet van dat pauperenvolk ertussen. Ik vond het echt een hele leuke kermis. Dus ik heb me in... In Hilversum heb ik me heel erg vermaakt. Zo, ik heb ontzettend last van de zon. Ik moet eigenlijk even de gordijnen even een beetje dicht doen. Dus hele leuke kermis. Zo, dat waren de kermissen eigenlijk afgelopen weekend. We gaan zaterdag gaan we weer... We gaan eerst natuurlijk Koningsdag vieren. Dat is aanstaande woensdag is dat. En dan gaan we zaterdag gaan we weer naar de kermis. En waarschijnlijk gaat Joost weer mee. Dus dat is wel heel erg leuk. Hey, ik zou zeggen, de groetjes aan deze kant, jongens. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan word je op de hoogte gehouden. Vergeet deze video niet te liken. En ik spreek jullie allemaal weer bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal, jongens. Groetjes van deze kant. Bye bye. Hoi.